is Private Matters. Ik ben uw gastheer Max van Praag. We filmen in Nederland, in het Nederlands. Maar Private Matters is een platform waar we praten over seks, liefde, intimiteit. Waar we licht proberen te schijnen op allerlei onderwerpen, ook hele moeilijke onderwerpen. En er zijn mensen die lopen rond met problemen waar ze niet over praten. Op seksueel gebied. Er zijn mensen die nog nooit seks hebben gehad. En sommige mensen zijn 30, 40, 50 jaar oud. Dat gaan ze niet vertellen op een feestje. We gaan vandaag praten met Marion van der Stad van Aquarion. En Marion is eigenlijk de enige persoon die ik ben tegengekomen op dit gebied. Die bijna uitsluitend met maagden werkt. Met mensen die laatbloeiers. Zij is een intimiteitscoach en ze heeft een heel team van intimiteitscoaches die ze getraind heeft om met haar klanten te werken. En klanten komen van heinde en ver naar Nederland om met haar en haar team te werken als ze met dat specifieke probleem rondlopen. Het is iets heel belangrijks waar ik heel graag aandacht aan besteed, omdat juist er zo weinig over gepraat wordt. Marion, het is geweldig om je voor de tweede keer... Ja. op mijn platform te hebben. Ja, Max. Jij was een van mijn heel eerste fijn. Gasten. Ja. Welkom. Dank je. Jij bent voor mij een hele professionele, warme, wijze vrouw die ongelooflijk veel weet van intimiteit, van man-vrouw dynamiek. Mm-hmm. En jij werkt voornamelijk met maagden. Ja. 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 Waarom? Ja, dat is zo gegroeid. Ik heb eerst relatiebemiddeling gedaan toen ik een zelfstandig beroep wilde hebben. En dat kwam ook omdat ik zelf gescheiden was en merkte hoe lastig het was om weer een nieuwe partner te vinden. Ja, en dan zag ik eigenlijk voor mijn ogen gebeuren dat ik een relatiebemiddelingsbureau begon. Heb ik gedaan, heb ik 7 jaar gedaan. En meteen eigenlijk al vanaf het eerste moment kreeg ik ook klanten die totaal onervaren waren. Op dat moment wist ik daar nog niet zoveel raad mee. Maar gaandeweg, die eerste jaren, trainde ik mezelf in seksualiteit. Allerhande cursussen gevolgd, persoonlijke trainingen. Om erachter te komen, wat is nou seksualiteit? Wat is intimiteit? Hoe ga je ermee om? En hoe geniet je daarvan? To the fullest. Ja, ja. En langzaam maar zeker begon ik te spreken over al die onderwerpen met mijn cliënten. Het werd een topic, dus het groeide steeds door. En op een gegeven moment heb ik de knoop doorgehakt en ben ik mensen gaan coachen naar een relatie toe. Ik had ook trainingen gedaan waarin ik het coachen geleerd heb. Ik coachte mensen naar een relatie toe en steeds sprong dat hele thema seksualiteit eruit. Steeds meer mensen kwamen naar mij toe om te vragen, hoe moet dat nou? Want ik heb nog nooit gevreden en ik weet absoluut niet meer waar ik beginnen moet. En we hebben het over mannen, voornamelijk. Het meest mannen. Ja. Ook vrouwen. Omdat jij een vrouw bent. Het kan zijn. Ik heb dat natuurlijk bekeken, waarom er zoveel meer mannen naar me toe komen. Ze willen het gewoon graag wel van een vrouw horen, hoe het moet. Wat het beste is om te doen. Hoe ze overkomen. Wat er niet is, om dat naar boven te halen. En mannen zijn vermoedelijk net ietsje assertiever in het zoeken van coaching dan vrouwen. Ja. Mannen hebben de uitgaande energie. Dat is altijd anders dan een ontvangende energie van een vrouw. Dus het is voor vrouwen die langer maagd zijn dan ze wensen, lastiger om hierover te beginnen. Ja, en de actie ligt toch vaak op het terrein van de man. Dus als het daar niet werkt, als de motor het niet doet, dat is toch, de man is een beetje de initiatiefnemer in onze cultuur. Ja, als een man geen erectie krijgt of de erectie zakt weer in, is dat een drama. Die drama's hebben vrouwen niet. Ja. Dus dat is ook, dat speelt zeker mee. En ik krijg achter elkaar ook altijd verzoeken om te helpen bij erectiestoornissen.
Ja, maar jij werkt niet alleen met puur seksuele problemen. Je werkt met gedragproblemen ook. Je hebt me verteld dat je, hoe je ook een man leert om door te zetten als een vrouw hem afwijst. Het verhaal van de klant die moet jou tegenhouden als je wegloopt. Ja, ik oefen dat is, en dat is om de man een gevoel te geven van zijn mannelijkheid. Dus ik sta bij de deur, ik doe net of ik wegga van een feestje. Dus ik roep, dag mensen, ik ga. Maar die man heeft al die tijd eigenlijk verzaakt om mij aan te spreken. En dan ineens krijgt hij de geest, zo gaan we het spelen. Dus ik speel zijn aantrekkelijke jonge object, om het maar even zo te zeggen. En hij moet mij stoppen. Hij moet mij stoppen van weggaan. Op een zodanig leuke manier dat ik echt verrast ben. En dat oefenen we 5, 6, 10, 12 keer. Totdat hij pakt wat het met hem doet. Als hij een vrouw stopt om weg te gaan en in de aandacht komt. En zegt, ja, wacht even. Ik wil zo graag nog even met je praten. Dus ik krijg zelf de kippenvel. Ja. En als ik kippenvel krijg, dan heeft hij het goede gedaan. En oefent hij het nog een paar keer, zodat het integreert. En dit vergeet hij niet meer. Dit mag hij gaan inzetten als hij een vrouw ontmoet. En dan zijn er nog een aantal oefeningen. Bijvoorbeeld iemand naast mij vragen op de bank. Lekker dicht tegen me aan. Nou, dat begint in... Daar is echt eens nog zo'n groot gapend gat tussen. Kom eens dichterbij. Doe nog eens. Loop eens naar me toe. Ga eens naast me zitten. En net zo lang tot onze zijkanten elkaar raken. Ja. Verder, ik ben nooit bezig met iemand te verleiden of seksuele dingen, handelingen te doen. Het blijft altijd deze contactoefeningen. En die zijn zo belangrijk. Ja. Zo belangrijk. Ja. En een man zijn is heel anders dan vrouw zijn. En het is belangrijk dat we dat kunnen. Anders kan de vrouw ook niet open gaan. Nee. Als we niet sterk zijn en de vrouw kunnen laten ontspannen. Ja, eigenlijk weten waar je voor bent als je met een vrouw bent. Ja. En de mensen en vooral de mannen die ik begeleid, eigenlijk zijn alle klanten verlegen. En verlegenheid is ook maar een verzamelwoord, dus ze zijn eigenlijk bang. En hebben ofwel rottige ervaringen gehad, ofwel geen, ofwel veel afwijzingen. Zijn gepest geweest bijvoorbeeld in hun jeugd, dat komt nogal veel voor. Maar in ieder geval, ze zijn niet opengebloeid op hun 16e. Ze zijn niet de meiden achterna gegaan. Omdat ze geen zelfvertrouwen hebben in die afdeling. Nee, en dat zelfvertrouwen wordt soms niet opgebouwd als er wat aan de hand is in een gezin. Als ouders niet doorvragen, goh, waarom kom je niet met een meisje thuis? En echt een antwoord afwachten ook. Maar soms is er al eerder iets gebeurd dat mensen bang zijn van relaties. Bijvoorbeeld als ze thuis geen goed voorbeeld hebben. Dus die thuissituatie, die speelt een grote rol. En er zijn mensen die al in een weeshuis zijn geplaatst voordat ze nog maar 2, 3 jaar waren, bijvoorbeeld. En van het ene gezin naar het andere gezin werden gebracht. Maar dat is niet de regel. Dat is niet de regel. Maar daardoor bouwen zij geen eigen vertrouwen op in het lichaam over goede relaties. Dat is wat er mist. En dat gaan we langzaam oefenen. Langzaam oefenen. Want deze mannen zijn vaak zo verlegen en zo voorzichtig dat er zelfs angst is om te dichtbij te komen. Dat zou een vrouw pijn kunnen doen, vervelend kunnen vinden. Dus ze zijn ook bang van hun eigen kracht. Ja. En dat al die dingen die verdwijnen, langzaam maar zeker. Met mental coaching van mij, met heel snel al doorverwijzingen naar andere coaches. Op jouw team? Die met hen body-on gaan werken. Ja. 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 Soms ook uren zitten, handje vasthouden. Soms, ja. Ja. Niet zoveel praten. Ja. Niet zoveel praten. Niet meer veel praten. Niet veel praten. Nee. Praten doen ze wel tegen mij.
Ja. En dat kan ik ook wel kanaliseren, want dat moet er ook uit. Ze zijn de eerste meestal aan wie zij hun geheim vertellen. Dus ik laat het eerst wel komen, maar op een gegeven moment als ze... Ik merk wel of ze doorgroeien of dat ze blijven hangen in hun verleden. En dan, ja, dan heb ik daar adequate oplossingen voor. Ja. Ja. je houdt echt van je werk. Oh, hè? Je bent zoveel passie voor wat je doet. Ja, het is zo geweldig om iemand te zien die aldoor eigenlijk achter het net heeft gevist. Nooit heeft durven vissen. Om die te zien open te bloeien, zichzelf te worden. Zichzelf, zijn eigen mening belangrijk te gaan vinden ook. Want dat moeten ze leren. Ja. Wat wil jij eigenlijk? He, wordt er dan door menig coach ook gevraagd. Wat wil jij? En in het begin is er niks. Komt er geen antwoord. En langzaam maar zeker wel. Dus eigenlijk is die hele coaching, die intimiteitscoaching en het maagd afraken is een communicatietraining. Als maar weer. Communiceren. Als maar weer. En dingen oppikken en weer meenemen. En oefenen. En andere films gaan kijken dan gebruikelijk. Dus films waar respectvol wordt gevreden in plaats van porno. Om dat hele beeld van porno kwijt te raken. Want daar zijn ze bijna allemaal veel te veel mee bezig. Mee aan verslaafd, ja. Ja, zeg wel verslaafd, ja. Dus wil iemand met mij een traject aangaan, dan vraag ik al vrij snel, ga je stoppen met porno kijken. En als ik echt merk dat ze serieus met mij verder willen werken, dan gaat het ook snel gebeuren. Ja. Stoppen met porno. Ja. Ja. Ook vrouwenporno. Dient nergens toe. Dat is wat zachter, daar is wat meer lijn in, wat verhaal in, maar het blijft porno. En het blijft de geest vernielen. Ja. Dus relaties zijn slecht mogelijk als een kind vanaf 10 jaar alleen maar porno heeft gekeken. Ja. 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 Is iemand na zijn 20ste begonnen, dan zijn de hersenen in balans, uitgegroeid. Dan kan iemand sneller van de porno afkomen. Meeste mensen willen heel graag dat de eerste keer een hele mooie is. En als een man dat graag wil, zit daar eigenlijk wat te veel vrouwelijke energie bij. Die wil het op alle fronten dan heel mooi hebben. Dan verliest hij wat van zijn kracht. Mm-hmm. Hij zou op zijn 16e achter de meiden aan mogen gaan. En ongeacht of iemand ja of nee zegt, gewoon doorgaan. Dus ik pak het meestal op vanaf het moment dat nooit is ontstaan. Of waar ze de eerste klap in hun gezicht hebben gekregen en niet meer verder durfden. En van daaruit een nieuw spoor ontwikkelen in de hersenen. Ja, ja heel precies. Nieuw spoor aanleggen. Ja. 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 Dat is zelfs in het lichaam later nog terug, of je zou iemand ontleden, is terug te vinden in de botten. Dat laat een spoor na. Ja. En als iemand dan uiteindelijk toch die stap zet, dan leggen ze inderdaad die ingeslepen groef, pijnlijke groef, die wordt weer opgevuld door nieuwe ervaringen. Daarom stuur ik mensen al heel snel door naar de coaches die met het lichaam werken. Dus ik blijf niet eerst 5-6 keer praten. Na de tweede keer meteen een adres. Want je kan het verleden kan je bewerken, dat doet een therapeut. Ja. Je kan de toekomst bewerken. Dat is iets wat iemand droomt en waar die van droomt. Het mooiste is als je in het heden bent. Dus daarom zitten die andere coaches die met het lichaam werken, zitten al snel in het heden. Ja. Ik geef oefeningen om dat verleden een plek te geven en om zichzelf te vergeven. Dus vergeven, eerst accepteren dat hun leven is zoals het is. En dat is nogal wat, om helemaal te accepteren dat het zo is zoals het is. En dan jezelf vergeven voor het
dat je niet eerder stappen hebt ondernomen, dat je je oude overtuigingen iedere keer ertussen gooit, al je twijfels. En steeds dat zelfvergeven maakt dat het verleden langzaam leeg raakt. Het kan wel weer terugkomen, maar dan is de spanning eraf. Dan is de energie daaruit. Oké. En Marion, hoe beïnvloedt je werk je eigen seksleven? Hoe is jouw ervaring, het stadium van jouw eigen leven? Mijn seksleven is heerlijk. Ik heb 2 minnaars en daar heb ik het ontzettend goed mee. Ja. En je hebt het al over slow sex? Ja, in mijn eigen leven heb ik, wat ik eigenlijk altijd uit boeken las en ook mensen ook over hoorden vertellen, sacred sex, slow sex, dat heb ik zelf meegemaakt. Op een zo intense manier dat ik voelde dat het mindblowing was. En daarover kan ik de informatie doorgeven. Daarvan kan ik de informatie doorgeven. Want slow sex is, wat houdt het in? Mensen hebben dus niet altijd een idee wat dat nee, is. Slow sex is de tijd nemen voor vrijen. Heel erg veel de tijd nemen. Afspraken bijvoorbeeld iedere week op woensdagavond of op zaterdagochtend of hoe dan ook. 3-4 uur de tijd nemen voor elkaar. Afspraak is afspraak, ook al heb je geen zin. Je gaat er toch in die uren. En niet, dan komt het misschien niet altijd van seks. Dat moet ook niet per se. Maar lichamelijk maar samen zijn. Je bent lichamelijk samen, je zit niet allebei op de Skype. Nee. en je bent ook niet met je cellphone bezig. Nee, die staat uit, die is er helemaal niet. Er gaan geen telefoons en er vallen ook geen kinderen binnen. Die tijd is voor jullie. En wat dan voornaam is, is dat je dingen doet die je al de hele week hebt voorbereid om in die uren te doen. Misschien heb je een ontstellend mooi gedicht gelezen wat je gaat voordragen. Maar niet alleen gewoon voordragen, op allerlei manieren gaat voordragen. Ja. Bedoeling is ook dat het luchtig is. Maar het kan zijn dat er ineens een zwaar thema opdoemt. Dan is het ook tijd om dat met elkaar aan te gaan. En zodanig dat je elkaar niet belast met een thema, maar dat je het wel bespreekbaar maakt. Als het een erg lastig onderwerp is, wat altijd terugkomt in relaties, dan is het handig om naar een therapeut of een coach te gaan. Om dat niet bij je partner te droppen. Ja. Maar gewoon niet al te zware dingen die je met elkaar hebt, waar je je aan stoort bij de ander of wat dan ook, die mogen uitgesproken worden. In respect. En daar zijn oefeningen voor om zo'n setting te maken, dat het respectvol is. Ja. Bijvoorbeeld, je gaat tegenover elkaar zitten en je zegt, ik eer jou als mijzelf. Nou, dan zet je al een grote toon natuurlijk. Dan kan je elkaar de handen op het hart leggen. Dan kom je alvast in contact. Je kan een hele tijd tegen elkaar aan gaan liggen. Dat is ook al slow sex. Maar de mooiste vorm van slow sex vind ik dat je een man en een vrouw gaan in elkaar en nemen een positie die ze wat langer vol kunnen houden. Dus dat is vaak op de zijrollen en een geschaard liggen. En zodat je ook elkaar aan kunt kijken, dat is dan voornaam. En heel langzaam bewegen. In elkaar. De erectie houden, dat is wel fijn. Dus af en toe wat bewegen. Of de vrouw knijpt even wat. Kan ook. En dan wachten. 20 minuten. 30 minuten. Op. Zo min mogelijk bewegen. Ja, dus niet stoten om klaar te komen. Nee. Dat is ook klaarkomen. Dat is geen orgasme. Het woord orgasme is veel groter dan klaarkomen. Het begrip orgasme. Dus als je zo lang in elkaar ligt en elkaar vertelt ook wat je voelt. Maar niet wat je denkt, maar wat je voelt. Het voelt zo heerlijk bij mij. Oh, er komt ineens een warme stroom. Ik voel ineens bij jou een warme stroom. Dat soort dingen aan elkaar geven. En blijven kijken. En zien hoe die ogen veranderen. En dat zeggen. Dan ben je zo dicht bij elkaar. En dan ineens,
Als je ontspannen kunt in die houding, dan worden er cadeautjes uitgedeeld door het lichaam. De penis met 6.000, 7.000, 8.000 zenuwuiteinden en de vagina met ongeveer zoveel die met elkaar gaan converseren. Mm-hmm. Daar kan je op gaan liggen wachten. Mm-hmm. En dan worden er cadeautjes aangereikt. Orgasmes, hoe? Van top tot teen. Het mooie is dat je hem door je hele lichaam kan gaan voelen. Dat vertel ik aan mensen, dat het bestaat. Prachtig, en dan, ja. Dan kan je ook doorgronden waar je voor bent als je in elkaar gaat. Om dit te openen. Waar jij het over hebt nu, dat die uitwisseling van energie, die kun je niet alleen. En die kom je alleen als je ook een stuk eigen werk gedaan hebt. Ja, inderdaad. Dan komt dat. Ja, dus dat had ik zelf gedaan. Ja. En ik bleek dat ook te kunnen orchestreren met mijn partner. Die wist daar niet van. Die was een natural, helemaal heel erg begaafd. Natuurtalent. En ik had het geluk om met hem heel lang zo te vrijen. Ja. Dus ik was er ook helemaal verrukt van. Helemaal verrukt van. Ja. Maar wat je net vertelde over je persoonlijke leven, geeft ook aan dat we het hebben van hele goede seks niet per se verbonden is aan het getrouwd zijn. Of een lange vaste relatie hebben. Of... Ja, dat vind ik wel. Dat vind je wel. Ja, maar lang is, wat is lang? Ja. Ik zeg niet 20 jaar, maar dit bouwt op. Wat ik net vertel, dat bouw je met op één met één partner. Ja. Dus het is wel fijn als je bijvoorbeeld zonder condooms kunt vrijen. Want dan voel je meer. Allebei. Het is ook fijn als je bijvoorbeeld, als de man niet klaarkomt, dat je de volgende sessie door kunt gaan waar je gebleven was. En dat kan niet met een andere partner. Waar je voorzichtiger moet zijn. Ja. Dus het is wel fijn om dat op te bouwen met eenzelfde partner. Ja, je hebt gelijk. Ja. De organisch ontwikkelt zich ook iets wat je niet eens kunt beredeneren. Nee. De lichamen die vormen een band die somatisch. Ja. En als er dus niet te vaak wordt geëjaculeerd, dan blijft de man met zijn aandacht bij zijn vrouw. Dat is zo voornaam dat hij hoeft maar naar te kijken of aan te raken of een sms'je te sturen over wat er eerder die dag of gisteren of 2 dagen eerder geweest was tussen die twee. Mm. En zij wil weer. Dus hij krijgt een vrouw die de armen om zijn hals slaat en die niet meer weg wil. En dat is wat anders dan een vrouw die zegt, zo de mieter een end op, ik wil jou niet meer in mijn bed. Die vrouw weet niet wat het is als je heel erg mooi kunt vrijen. Zij kan haar man dat niet vertellen, want bijvoorbeeld heeft daar nooit van gehoord. Die man heeft daar nooit van gehoord. Sommige stellen die ook bij me komen, die wordt wel eens aan mij gevraagd, ga je dan werken met allebei? Ik zeg, nee, alleen met de man. Ik werk alleen met de man om hem in zijn kracht te krijgen. En dan zijn vrouw terug te veroveren. Dan komt het goed. Ja. Dan komt het goed. Ja. En dan weet hij het ook. En dan heeft hij geleerd om het over te brengen aan haar. Dus ik heb het is helemaal niet nodig dat ik ook met haar werk. Als een vrouw zegt, man, ga alsjeblieft ergens iets doen, therapie of coaching of een cursus, dan heeft ze het juiste gezegd. En als hij het dan opvolgt, omdat hij haar niet kwijt wil, dan zitten we goed. Dat gaat altijd goed. Schitterend. Heel mooi. Ja. 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 Ja, jij begrijpt de man-vrouw dynamiek. Ja. En je zegt niet van vrouw, man en vrouwen zijn dezelfde dieren, want dat is niet zo. Het is niet zo. Het is niet zo. Nee. En er zijn ontzettend veel mensen die hele vlugge, snelle, hete seks hebben gehad, heel lang, die eigenlijk verpest zijn. En mochten ze nou horen van slow sex,
van sacred sex, dan denk ik dat ze dat wel willen weten. Dus als vrouwen ook cursussen gaan volgen om dat te ontdekken, of ze hoeven maar een paar gesprekken te hebben. Iedereen kan het ontdekken. Iedereen kan, ook iedereen... al heb je nog zo lang de verkeerde dingen gedaan, iedereen kan dat ontdekken. Ja. Behalve als er heftige stoornissen zijn, dan wordt het moeilijker. Dat zoals? Als je een behoorlijk autismepatroon hebt, dat je een moeilijke connectie kan maken, zulke stoornissen, dan is het heel lastig. Wil niet zeggen dat het niet kan, maar dan kan je toch je op een bepaalde manier zo ontwikkelen dat je in de communicatie kunt blijven. Wat kunnen mensen doen alleen of met masturbatie aan slow sex? Als je slow sex zegt, gaat het altijd om partner? Nee, je kan zeker wat doen. Als ik het nou weer over mannen heb, dan noem ik hoe vaak masturbeer je bijvoorbeeld in de week? Zeg een man van 40. En die zegt nou 4-5 keer. Per week? Per week. Met porno. Dat is er bijna altijd bij. Stop de porno. En ga eigen beelden creëren. Ze gaan al snel naar een coach. Dus ze beginnen het vrouwelijke lichaam in het echt te kennen. Dan vraag ik of ze zich gaan strelen in plaats van aftrekken. En dat strelen, dat is iets wat ze eerst helemaal niet voelen kunnen. Want de penis is in feite mishandeld geweest door het ruwe werk, de ruwe hand. Dan leg ik helemaal uit dat de binnenkant van hun hand niet de binnenkant van een vrouw is, van een vagina. Hm. En dan laat ik ze voelen met wat olie, hoe het er een beetje op lijkt. Hm. En dan vraag ik of ze zichzelf gaan strelen zonder dat daar nou een erectie moet komen. En hun hele gebied. Dus ook de benen, de buik. En dan met lange strokes. Dus als ze van hun penis afgaan met hun hand, dan raken ze nog een tijd lang hun buik aan. Dan komen ze bij hun hartgebied. En dan verbinden ze hun seksualiteit met hun hart. En daarbij stil te staan. Dat gebeurt. Heel langzaam. Dus zulke soort oefeningen geef ik ook. Ja. En voor een vrouw zijn die er ook. Zien er wat anders uit, maar dat is ongeveer hetzelfde. Ja. Wat voor vrouwen komen bij je? Als ze komen? Bijna altijd een beetje te mannelijk. Hm. Bij de mannen zijn een beetje te vrouwelijk. En de vrouwen ook. Bijvoorbeeld wat harde trekken in het gelaat. Ofwel wat ook wat ja, erg krachtig, hè, de spieren. Ofwel dik. Mm-hmm. Kan bij mannen ook behoorlijk voorkomen. Dus ik vraag ook of ze willen afvallen. Daar helpt het mee. En de vrouwen, ja, ik vind ze soms, en dat is merkwaardig, te uitdagend. Ja. Terwijl ze maagd zijn. Te uitdagend. Dominante. Nou, ze hebben niet in de gaten dat als je met zo'n kort rokje zit, dat je dan hun slipje ziet. Ja. Het lijkt wel of ze over zichzelf heen springen. Ja. Dus het is zaak dat die ook stiller worden. Rustiger. Ja. Stiller. En die gaan naar de mannelijke coach? Die gaan naar de mannelijke coach, ja. Maar die krijgen ook altijd een vrouwelijke coach nog erbij. Ja. Niet mij alleen, nog een andere vrouwelijke intimiteitscoach. Ook om het vanwege het spiegelen. Er wordt heel veel gespiegeld. Dat is een en al spiegelen. Spiegelen, het iemand zeggen wat je ziet. Ja. En dan ook bij jezelf gaan zien. Bij jezelf gaan zien dat je dat kunt zien en het dus ook hebt. Dus als je zegt, ik vind jou mooi. Als een man tegen een vrouw zegt, ik vind jou mooi. Zijn zijn ogen zo ingesteld dat hij die schoonheid ziet. En dat ook dan te erkennen. Dus niet te zeggen, jij bent mooi, ik vind jou mooi. Dus vanuit het ik gaan spreken. Ja. Oh, er gaat een wereld voor die mensen open. Marion, het is geweldig om je zo te horen praten. Op tig fronten, want het gaat over zoveel gebieden. Ja. Mensen gaan op een gegeven moment ook betere banen krijgen. Of ze geven een baan die hen eigenlijk verveelt of te min is. Die geven ze op. En ja, dus ze krijgen...
Ze krijgen andere horizonten. Voelen zich sterker. Komen voor zichzelf op. Gaan om opslag vragen. Dat soort dingen. Ja, is echt prachtig om te zien. En wat ik ontzettend ontroerend vind, is dat ik ook af en toe wel eens een baby in mijn armen heb. Tja. Die voortgekomen is uit dat ik dit beroep ben begonnen. Hmm. En dat is terug te redeneren. Dus dat is zo fantastisch. Nou, je zo bent verbonden met het leven, net als de ja. Vroedvrouw. Ja. 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 Je helpt het leven doorgeven. Doorgaan in feite. Doorgeven, ja. 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 Het is echt heel, heel belangrijk werk, Marion. En, ik ben heel blij dat ik je ken en dat ik je hier over kan laten praten. Hier. Ja, ik kan nog wel uren doorgaan. Helaas is die tijd er niet. Het is zo'n mooi beroep. Ja, ik ben daar heel blij mee. Ja. Ja. Ja, het is voor mensen die zitten met het probleem dat ze nog nooit met iemand gevreden hebben, heel belangrijk om contact op te nemen met Marion, aquarion.nl. Daar kunnen mensen jou vinden. Heb je een prachtig website met allerlei informatie. Ja, ik heb ook een Engelse site, surrogatepartner.nl. Ja, en ik ben bezig een boek te schrijven. Ah, dus, ja. Heel ja. Goed. Ja. Heel goed. Ja. Nou, mogen veel mensen hierdoor geraakt worden. En als je ergens mee zit, praat erover, deel het met anderen. Er is hulp. Er is hele gespecialiseerde, getrainde hulp voor al dat soort problemen. Bedankt dat je er weer Max, was. Max, ja, jij ook bedankt voor deze gelegenheid. En we sluiten het hierbij af. Private Matters. Ik ben Max van Praag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.